Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van 6 december. Op de satellietfoto zien we alleen wat hoge bewolking boven het zuidwesten van Nederland. Verder is het vrijwel onbewolkt. Vanochtend kan er nog wat mist voorkomen, maar de zon komt ook geregeld tevoorschijn en het vriest vanochtend nog licht. Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon en loopt de temperatuur uiteen van net iets rond het vriespunt in Groningen tot 5 graden in het zuiden van het land en er staat maar weinig wind. Vanavond is het tamelijk helder en in sommige regio's kan het licht gaan vriezen. In het zuiden en langs de kust blijft het kwik enkele graden boven nul. En morgen raakt het van het westen uit geleidelijk aan bewolkt. Het voelt anders aan dan vandaag. Het wordt zachter, 5 graden in Groningen tot 8 graden in het zuiden van het land. En de wind neemt toe en draait naar het zuidwesten. Donderdag, vrijdag en zaterdag hebben we matige zuidwestelijke wind. En daarmee wordt het 's middags 8 tot 10 graden. En dat is vrij zacht voor de tijd van het jaar. Het is tamelijk bewolkt en vooral in het weekend valt er af en toe wat lichte regen of motregen. Ik ben Diana Woei van Weerplaatsen.nl.